deze nieuwe aflevering van Examenfoodies. Vandaag gaan wij iets onwijs lekkers maken, namelijk chocoladeballetjes. Eigenlijk gaan wij basically een soort Mars of een Snicker maken, maar dan in een gezond jasje. Tijdens examens heb je vaak heel veel energie nodig en vaak pakken we dan een lekker stukje chocola of een chipje of een snoepje erbij. Maar achteraf gezien heb je toch een beetje spijt van, ben je onwijs misselijk geworden. En was het toch een beter idee om iets gezonds te pakken. Daarom wil ik dit recept met jullie delen en ik heb onwijs veel zin om lekker chocola te gaan eten. Oké, voor het recept. Wat je allereerst nodig hebt is 170 gram gemengde noten. Als je een slechte blender hebt, kan je ze even weken in water. Heb ik ook gedaan. Of je hoeft niet eens een slechte blender voor te hebben, maar noten zijn gewoon hard. Dus als je ze weekt, dan worden ze wat zachter. Die doe je in de blender. Van de chiazaad heb je 1 eetlepel nodig. Dan heb je 2 eetlepels rauwe cacaopoeder nodig. Een beetje kokosolie nodig. Zoiets. Als je klaar bent met het blenden van de noten en de cacao, en de rest van de ingrediënten, dan moet je 200 gram dadels toevoegen. En deze heb ik 15 minuten in water laten stoken. Want dan zijn ze ook wat zachter. Zo. En dan moet je ook weer gaan blenden totdat het één grote deeg is, als het ware. Een soort van deeg. Heeft 10 minuten in de koelkast gestaan. Het enige wat je nog nodig hebt is kokosrasp. Ziet er zo uit. En daar gaan we de balletjes van maken. Oké, jongens. Dit is het moment waar wij natuurlijk, of nou ja, eigenlijk ik vooral, op heb zitten wachten. Is of ze lekker zijn. Ik heb ze hier. Kijk hoe vet cute het eruit ziet. En een tip, je kan ze ook invriezen. Ik heb ook heel vaak gedaan. Je kan ze in koelkast bewaren. En dan kan je elke dag gewoon een paar van die bolletjes pakken. Super lekker. Oké. Welke vind ik er mooi uitzien? Deze. Oké, heel erg benieuwd. Oh my god. Ik heb geen idee hoe lekker het is. Oké, nou, ik ga deze hele bak opvreten. Een grapje. Of ja, misschien geen grapje. Maar, oh. Ze zijn ook zo zacht nog. Het is net alsof je gewoon een balletje Nutella eet of zo. Maar dan lekkerder of zo. Het ziet er ook gewoon uit als Nutella. Nu kijk dan. Hoe lekker is dat? Oh my god, kijk hoe zacht ook. In één woord, wauw. Dit is echt verrukkelijk. Serieus, als je van Mars, Twix, Donut Chocoloni, M&M's. Ik kan nog heel veel andere chocoladesoorten opnoemen. Als je daarvan houdt, dan is dit echt een feestje. Geloof mij, het is echt fucking lekker. Dus, ik hoop jullie deze video onwijs leuk vinden. Ik ben ook benieuwd of jullie deze balletjes gaan maken. Zeker doen, zou ik zeggen. Verder, doe een lekker blauw duimpje omhoog, want dat vinden wij onwijs leuk. Volg me op Instagram, @karijnsofie, daar post ik dagelijks, wekelijks leuke foto's en video's. Bedankt voor het kijken, ik hoop dat ik jullie bij de volgende video zie. En alvast succes met leren voor je examens of andere dingen. Doei!